Yo, super tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Peter Langendoen, hashtag PJ, en ik ben vandaag met... Sarah, en wij gaan vandaag snoepjes eten, maar niet zomaar snoepjes, Bean Boozled Jelly Beans. Klopt, want wij gaan vandaag een challenge doen en dat is de Bean Boozled Challenge. Wij gaan even uitleggen wat de Bean Boozled Challenge is. We hebben een rad, we hebben snoepjes. Lekkere snoepjes, vieze snoepjes. Wij gaan dadelijk aan het rad draaien en dan komt er bijvoorbeeld uit buttered popcorn of rotten egg. Chocoladepudding of canned dogfood. Nou ja, zoals je het al hoort, ongelooflijk lekkere, maar ook ongelooflijk vieze snoepjes. We ruiken ze nu al. En ik word nu al een beetje misselijk, want er is eentje en dat is barf, oftewel kots. En nou ja, ik word nu al een beetje kotsmisselijk daarvan. Mm. Dus ik heb er zin in. Ik weet niet hoe het met jou zit. Jij zit te zien ook, hè? Ik heb er zeker zin in. Oké. Okay. Dus zin om te winnen. Ja, nou, want dat is ook nog iets. De persoon die de meest vieze snoepjes op heeft... Dat is de winnaar. En uiteraard moet de verliezer dan wat doen. En dat is lekker een handje met snoepjes eten. Dus dat wordt kotsen. Ik zou zeggen, laten we beginnen. We doen ieder 5 rondes. En voor mij mag jij eigenlijk wel beginnen. Natuurlijk mag ik beginnen. Nou, we gaan het zien. Lekker. Wat is de eerste? Even kijken. Dat is of strawberry banana smoothie of dode fish. Oh lekker, dode fish. Dat zijn die oranje, toch? Ja, klopt. Okay. Nou, lieve kijkers thuis, op hoop van zegen. Voor de zekerheid een emmertje, want als er eentje gaat kotsen, dan doen we het graag in de emmer en niet over de tafel. Yo, ik zeg nog niet ver. Dode vis, hè? Oké. Okay. Zo. Nou, dat was Jellybean 1. En, Oké, okay, lekker man. Die eerste hap viel nog mee, maar als je er eenmaal in bijt... Nou, dat is dus nummer 1 en dat was dus blijkbaar de dode vis. Mm. Ik heb er nu al zin in om eraan te draaien. Oké, let's do this. Succes. Oké, ik ga hem nog een keer draaien, want hij valt precies in het midden. Oké. Ja, wat is het? Juicy pear of ook dezelfde? Hij valt weer in het midden. Hij valt weer in het midden. Okay, laatste keer. Wat is de berry blue of de toothpast? Nou, volgens mij valt hij wel mee. Ik zie veel blauwe liggen hier, dus... Juist. Ja, kreeg je blueberry. Blueberry, jongen. Prima, smaakt heerlijk. Geen enkel probleem. Nou, jouw dag is gemaakt. Ja, nou, aan de andere kant. Als ik verlies mag ik een handje nemen, daar heb ik ook geen zin in. Dat is fijn. We gaan het zien, jongen. Tutti frutti of steaksokken? Stinky socks. Lekker. Okay. Welke is dat? Kijk hoor, dat is deze. Is die roze, hè? Ja. En ik word echt ik doe wel wat verschiet een beetje. Ik word serieus misselijk. Ik ruik heel de tijd die kotsgeur hier. En... Okay. Vertel je sensatie, jongen. Deel het met ons. Wat is het? Tutti frutti. Oké. Oké, man. Jij hebt geluk. Dus je hebt nou 1 vies op, 1 lekker op. Ja. Oké, man, ik heb echt... Oh, ik word al zo misselijk van die kotsgeur, jongen. Als ik die krijg, ik zweer ik over mijn nek. Deze... Oh! Nee! Ik draai hem gewoon, even serieus. Nou, het kan persik wezen. Persik. Ja, het kan persik. Oh my god, jongen. Nou, kies maar een mooie oranje uit. Nou, ik zweer, als ik barf heb, dan ga ik barven. Oh. Oké, ik voel aan mijn water deze... Oh nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet meer. Oh. Persik. Lekker man. Oh, gelukkig. Oh, mijn hart op de keel, jongen. Nou, leuk voor jou. Nou, maar, betekent wel dat ik voorsta. Smaakt prima. 2 lekkere, 1 lekkere, 1 kiezen. Hm. Oh, die smaakt goed. Oké, caramelcorn of moldy cheese? Dus karamel, popcorn of stinkkaas. Welke is dat? Het is diegene. Ik denk deze, man. Voor mij is dat diegene die we ruiken, man. Echt zo'n stinkkaasgeur. Echt zo'n, ja, ik weet niet, man. Het is allemaal lekkere geuren door elkaar. Lekker schapje van met lekker. Ah! Wat eet je, jongen? Nee! Lekker, hè? Heerlijk. Ja, dat was de goede zeker. Goed. Mooi man. Oh! Nou, dat was een... Dit. Oh, die geur, jongen. Oké. Nou, dat was dus de vieze.
Hey, naar de overwinning. Je hebt er al 3 gehad. Ik heb er 3 gehad. Ja. Nummer 2. Tot nu toe heb ik 2 goede gehad. Maar ja, aan de andere kant, ik heb ook geen trek om dadelijk een handje te nemen. Dus dan gaan we weer. Chocoladepudding, vol de voer. Ja, ik wil jou ook een keertje spuren. Als ik de vies heb, ik ga hem doorslikken. Ja. Al moet ik ervoor kotsen, joh. Nee! Oh, ja? Ik ruik hem! Jezus! Ik ruik het gewoon vanuit zijn mond, hè? Zo. Oh, ik wil hem doorslikken. Oh nee, dus. De mensen met Jelly Belly zijn echt sadisten. Ja. Oh, sorry man. Daar. Man, niet schelden, maar oh, dit is zoiets. Nou. Ah, but you took it like a man, hè? Oh, oké, deze smaak ga ik nog heel lang in mijn mond hebben. Oh, de tranen zijn in mijn ogen, jongen. Oké, nummer 4. We zijn er beide vanaf. Oh, die was vies. Oké, maar aan de andere kant, ik heb nu de meest vieze gehad, dus misschien valt de rest mee. Oké, tandenpasta of blueberry. Nou, voor mij valt die wel mee. Kom op, jongen. Ik hoop voor je dat het die blueberry is. Tandpasta. Oké, deze gaat maar, lukken. Maar hij valt mee. Het is net alsof je hem insnoept. Dit gaat je lukken, kom op. Slikken die zo. Ja, ik ben echt geen liefhebber van mint. Nou, ik ben geen liefhebber van mint, weet je wel. Maar hij is te doen. Okay, ja, het mooie is, hij was ook dus al geen liefhebber van überhaupt jellybeans. Dus voor hem zijn de lekker al niet eens lekker. Dus nou ja, kan je even voorstellen hoe hij op dit moment aan het genieten is. Bah. Een ware smaak. Maar, hey, ik moet wel zeggen, het ruikt een stuk beter uit jouw mond dan uit ja, mijn mond. Ja, dat En ik moet ook zeggen trouwens, dat ik op dit moment de hondenvoer wel lekkerder vind dan de challenge van vorige keer, waarbij ik kattenvoer ging eten. Want dat was dus echt gewoon 10 keer zo ranzig. Dus geef mij maar liever zo'n snoepje, maar het is absoluut geen aanrader. Ja. Oké, 4 gedaan, 3 gedaan. 2 lekkere, 1 vieze. 1 lekkere, 3 vieze. Oké, dus oftewel, ik ga gewoon keihard... Doe or die nu, doe or die! Ik ga dadelijk gewoon enorm kotsen, als ik een handje moet nemen. Oké. Caramel corn of moldy cheese? Jij had net de moldy cheese, hè? Ik had de moldy cheese. Hoe was die? Hij is naar, hij is niet zo erg als de kots, maar... Maar je hebt het niet opgegeten. Nee, ik moest hem wel uitspreken. Oké. Nee. Kaas. Nee, joh. Nou, ik vind deze echt vies, joh. Ja, hè? Nee, dat is niet lekker. Nee? Kijk hè, dat ik hem uitspook. Man, ik eet deze niet op. Oh. Nou, we zijn er bijna. Het is lekker man. Vooral lekker eten jongen. Oh, zo. Oké. Okay. Het is nu do or die. De laatste ronde, man. Als ik nu een vieze heb, heb je verloren, hè? Dat snap je. Ja, dat klopt. Oh, dit wordt spannend, man. Oh, dit was echt vies. Weer dezelfde. Ah, god. Weer dezelfde. Nou, ik zeg, je mag nog een draai doen. Kom op. Dat gaan we zien. Ja, weer eigenlijk dezelfde. Nou, nog één keer, kom op. Prima, scheepsrecht. Ah, die smaak, jongen. Ja, die hebben we ook al gehad. Okay. Oh, kijk nou eens. Oepsie poeps. Oké, het is coconut of spoiled milk. Ah, oh, dat was een lekkere. Ga je van genieten, jongen. Heb je wel spoiled milk op? Ik niet, maar... Moet niet vrolijk van, hoor. Nee? Nee. Nou, ik ga het zien aan jouw gezicht. Ja, ik ruik ze vanaf hier al. Dat is heel verschrikkelijk. Misschien moet ik deze alvast erbij houden. Nee, kokosnoot. Ah, daar veel mee. Beste. Maar dat houdt dus in, als ik nu een vieze heb, is het gelijk spel. Nou, dan wordt het sudden death, moeten we er nog eentje. Ja, liever dat, want anders mag ik een handje gaan nemen en daar heb ik dus eigenlijk helemaal geen zin in.
Oké, daar gaan we. Juicy pear of booger? Oké, snot of peer? Zijn die lekkere exemplaar? Nou, kijk eens. Laten we hopen dat het peer is. Ik ben niet zo gek op snot. Ik heb het wel eens op dan. Ik beuk er ook wel in mijn neus. Mine for nose gold. En? Nou, het is peer. Het is peer. Daar ben ik niet blij mee aan de andere kant. Want... ik wel! Dat houdt in dat we een winnaar hebben. Gelukkig ben ik dat. En dat houdt eigenlijk in dat ik gewoon zwaar de lul ben. Ja, je mag jezelf nog mentaal voorbereiden. Oké. Okay. Nee, je mag jezelf erin. Hoeveel moet ik er nemen? Ja, gewoon een klein handje. Een stuk of, weet ik veel, 5 of zo. Een stuk of 5. Oké, okay, dan ga ik wel 5 willekeurige nemen. Ja. Ik pak deze. Ik pak deze. Ik ga niet eens meer op het lijstje kijken welke het is. En dan... En weer voor die ja, dan ga ik toch maar voor de top. Ah, misschien is pudding. Nou, kijk eens. We hebben er 5. Allemaal in één keer? Allemaal in één keer. Dit wordt echt een smaaksensatie. Een heerlijke cocktail. Dit wordt echt... Ja, weet je, er hoeft maar 1 vieze tussen te zitten. En die gaat gewoon alles voor de rest, hè. Nee, snap je? Ik proef geen eens slechter. Nou ja, het was dus een hartstikke leuk spel. Maar als je niet tegen smerige snoepjes kan, geen aanrader. Ik zou het niet meer aanraden. Zeker niet. Nou, in ieder geval, super tof dat jullie hebben gekeken naar deze video. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje. 2, 3, 4, maakt niet uit. Doe een paar blauwe duimpjes omhoog op deze video. Hoppa. Abonneer nou even op mijn kanaal, want elke zondag om 1 uur zet ik weer een super toffe video online. Vlogs, nog meer van dit soort gekke en vieze challenges. Lekker, hè? Je blijft het ruiken, het blijft... Maakt niet uit. En ik ga urbags doen, dus blijf vooral kijken. En hebben jullie trouwens nog een idee voor een super toffe challenge die jullie willen zien? Laat dan even een comment achter in deze video. En dan zou ik zeggen... Salut! Later!